best magnetische zand, dus de relevant play, kinetic sand. Misschien niet echt magnetisch speelgoed, maar kinetic sand wordt vaak ook magnetisch zand genoemd, omdat het een soort van aan elkaar kleeft. Het voelt heel gek de eerste keer dat je het vasthoudt als een soort nat zand, maar toch ook wel weer droog. En alsof het eigenlijk anders zou moeten bewegen dan het doet, terwijl het door je handen glijdt. De magnetische eigenschappen van het zand maakt het ideaal voor binnen, omdat het niet overal over je vloer zal gaan als losse korrels, maar meer als losse plakjes of bolletjes zand bij elkaar blijft. Wanneer je begint met magnetisch zand, dan zou ik adviseren om te beginnen met gewoon een basisset, als deze van Relevant Play. Gewoon zandkleurig en je hebt vast nog wel ergens een container of een bakje waarmee ze mee kunnen spelen. Ik zou in ieder geval een grote plaat of een bak met een beetje opstaande randen gebruiken, zodat het niet alsnog overal door de kamer vliegt. Nou, doordat het een beetje kleeft, kun je net als met nat zand heel goed vormpjes mee bouwen. Dus leuk om je zandvormpjes van buiten in de herfst of winter ook weer eens lekker binnen te gaan gebruiken. Het zand zal zich goed vormen in elk vormpje dat je maar wil gebruiken. En als je uiteindelijk meer wilt, zijn er nog veel meer varianten met bakken erbij, vormpjes en zelfs verschillende vrolijke kleuren van zand.